is echt een hele bijzondere dag voor ons als partij. We hebben hier een vol carré. En dat is niet alleen mooi omdat we kunnen laten zien wat voor belang kunst en cultuur speelt in het leven van mensen, maar natuurlijk ook voor ons als partij. En het komt ook wel op een heel mooi moment. Het komt op een moment waarop we inmiddels met 1 miljoen mensen hebben gesproken, 150 buurtacties hebben gevoerd. We hebben een vol Chassé-theater gehad in Breda en nu dus een vol Koninklijk Theater Carré. Dus ik blijf eerst een beetje achter, want dan is het een beetje raar en dan loop ik hier een beetje naar voren. Voor mij persoonlijk was het zeker ook een heel bijzondere dag. Sowieso om met zoveel partijgenoten hier in het mooie carré samen te zijn. Maar ook wel een beetje voor mezelf, omdat ik nu een half jaar fractievoorzitter ben. Een stokje van Emiel heb overgenomen. En nu staat het zomerreces voor de deur. Maar gaan we absoluut niet stilzitten. Gaan we volop gebruiken om plannen te maken en om alles voor 15 september voor te bereiden. Fantastisch om iedereen hier te zien in dit fantastische paleis voor cultuur. Op zaterdag 15 september, dat is dus exact 10 jaar na de crisis, dan nodig ik u uit om samen met mij een eerste stap te zetten, een volgende stap te zetten naar die verandering. Want dames en heren, het is tijd voor rechtvaardigheid. Ja, 15 september wordt een hele bijzondere dag. Niet alleen omdat we bij elkaar komen op een inspirerende locatie, maar ook omdat we daar ons verhaal voor de toekomst willen vertellen. Dames en heren, het is tijd voor een rechtvaardige toekomst. Voor een land waarin de generaties na ons het beter gaan krijgen. Waarin jongeren kunnen bouwen aan een toekomst met vrijheid en zekerheid. En het is tijd voor een rechtvaardig land. Maar een land waarin de mensen het voor het zeggen hebben en niet de multinationals. Voor vanmiddag wens ik u een fantastische voorstelling. Heel veel plezier en dank u wel.